Ik ben hier gekomen met de trein. Hè. Van, ik rijd niet met een auto. Ik kwam uit de trein hier aan het station. En net, ik kwam net buiten en zo. En daar een beetje verder, achter een hoek van het station, stond er een gast. Meneer De Vuist. Hè. Dat, geen paniek, jullie kennen die niet, maar dat is ook nog de mop niet. Geen paniek. Hè. Dus meneer De Vuist, die stond daar. En die had mij gezien. Hè. En ik had hem gezien. Ik wilde nog weglopen, het was te laat. Ik kwam, nee, echt wel. Ik kwam dichter. Hè. Ik naderde. Hij kwam daar zo naar me in en zei tegen ik zo van... Hé, hey, Gunther, ouwe reus, dat is lang geleden. Hoe gaat het met je? Dus ik tegen meneer De Vuist dan zo van... Nee, 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 doof een beetje. Die pakt daar van en je neemt daar mee van... En je neemt dan een beetje van... Sneaky? En dan zo van... En De Vuist was zo van, ah, oh, amai, interessant, Gunther. En kom je vaak in Kortrijk? Of is het toevallig dat je hier moest zijn of zo? Hoe zit dat? Hè? Nou, ik tegen hem zo van, nee, je kunt nog een beetje van, je kunt nog een beetje van. Die frituur, dat komt dan zo van een beetje van. Ah, oeh, ja, interessant, Gunther, amai. Dat is, oei, is het al zo laat? Zeg, ja, ik moet ervan doen. Zeg, sorry, Gunther, misschien tot de volgende keer, salut, hè. Ik maak nogal wat mee, hè. Ja, vergeet dat. Nee, je moet goed beseffen, ik heb indertijd mijn legerdienst kunnen ontwijken door krankzinnigheid te wijzen bij die gast. Het is dokter De Vuist van het Belgisch leger. Moet opletten wat ik zeg, anders... Zit ik in Irak? Dat zie ik niet zijn. En een beetje verder, dus ik kan De Vuist ontmoeten. Ik loop verder, hè, dat straatje daaraf.